Het blijft een wonder. Een klein doosje dat een betoverend mooie melodie begint te spelen zodra je het open doet. Muziekdoosjes zijn er in alle soorten en maten. En dat er vaak een bijzonder verhaal aan verbonden is, dat merkten we aan de vele reacties die we kregen op onze oproepen. Kijkt u naar Daar zit muziek in. Als je zin hebt om naar muziek te luisteren, kan je heel makkelijk naar een optreden gaan van een band of van een pianist die dan live muziek voor je speelt. Maar je kan natuurlijk ook eerder opgenomen muziek luisteren via een mp3'tje of een cd. Of je zet een vinylplaat op, wat natuurlijk ook weer helemaal in is tegenwoordig. Maar er zit ook iets tussenin. Een muziekdoosje. Het is geen live muzikant en ook niet eerder opgenomen muziek. Maar live muziek uit een doosje. Kijk, dit is een hele bekende variant. Als ik hier aan draai, dan gaan die pinnetjes tegen de tanden van de kam. En door die pinnetjes in een bepaalde volgorde te plaatsen, komt er een liedje uit. Dat daar, dat is eigenlijk een hele grote versie van deze. De speeltrommel van het carillon van de Dom. Kijk, in principe werkt het hetzelfde. Alleen komt het geluid uit de klokken. Het mechaniek dat de pinnetjes leest staat in dit geval in verbinding met het carillon. Er zijn heel veel verschillende soorten muziekdoosjes. Met verschillende technieken en in verschillende maten. En daar bij Museum Speelklok hebben ze er heel veel van. Het grappige is dat heel veel mensen thuis een muziekdoosje of een speeldoosje hebben. Denk maar bijvoorbeeld aan het trekpoppetje boven de wieg van een baby. En sommige mensen die hebben er zelfs eentje zonder het te beseffen dat ze er een hebben. Zoals Alice Ledeboer die een tafeltje erfde van haar schoonmoeder. Nou ja, althans, dat dacht ze. Daar ben je. Je komt gewoon weer met je doosje. Kom maar met me mee. Kom maar binnen. Kijk, hier heb ik hem. Ik heb hem alvast voor je klaargezet. Kijk, hier is hij. Ja, het heeft voor mij natuurlijk nu best wel emotioneel. Omdat ik vind, het is al zo oud. En toch van mijn schoonmoeder. Het heeft voor mij wel veel waarde. Ik zou het heel jammer vinden. Als ze de kinderen het zouden op een gegeven moment ja, zo nonchalant weg zouden doen. Ik zou dat toch echt, want het heeft toch wel een bepaalde waarde, vind ik, voor mij. Nou, mijn schoonmoeder is overleden, zo'n 13 jaar geleden. En ja, we moesten het huis opruimen. Dus dat tafeltje stond daar. Dus iedereen zei, wie wil wat. Ik zei, ja, ik wil dat tafeltje. En ik vond dat tafeltje altijd een beetje intrigerend. Die stond naast de televisie, daar had ze haar eigen telefoon op staan. Maar ik heb eigenlijk nooit gevraagd wat dat was. En ik heb me netjes bij mij hier in de kamer met foto's erop gezet. Totdat ik op een gegeven moment een maand schoonmaken was. En ik denk, wat hoor ik? Dus ik ben gaan onderzoeken met schoonmaken. En op een gegeven moment kon ik dit omhoog doen en toch kwam er muziek. Dus ik heb hem op zijn kop gehouden en hield ik hem op. En toen zag ik hieronder dat mijn mechanisme, dat ik hem moest opdraaien. Dus heb ik hem hier opgedraaid. En ik denk, nou moet ik het mijne ervan weten. Dus ik heb hem helemaal opgedraaid. En toen heb ik hem weer eens neergezet. En toen dacht ik, nou ga ik even de... En toen vond ik het zo schattig dat
melodietje. Dat ik dacht, hè? Ja, wij kenden elkaar eigenlijk vanaf... ik was 14, hij 16. Vroeger. En we hebben beide allebei op de bij de Marnixlaan gewoond. En alleen, ja, vader had ik. En zijn vader was er ook op tegen, moet ik ook zeggen, hoor. En zo, dus wij hebben elkaar op een gegeven moment uit het oog verloren. Ik zeg achteraf, dat is kinderliefde natuurlijk, hè, de jeugd. Want hij ging zijn gang, ik ging zijn gang. En we hebben elkaar na 38 jaar weer, zijn we elkaar tegengekomen. Ook wat je helemaal niet verwacht. Ik werkte in het ziekenhuis en hij moest daar werken. Na 38 jaar dat we elkaar weer tegenkwamen. Ja, en toen was ik alweer alleen. Dus was voor hem het natuurlijk. En ja, en zijn moeder, het eerste wat zijn moeder ook zei toen ze mij zag, dat ik bij met hem heen. Nu heb je hem nu eindelijk. Dat vond ik al heel erg mooi, ja. Dus ik kwam eigenlijk pas weer 38 jaar later bij hem in de familie. Dat ik de eerste keer bij haar kwam, dat was mijn moederdag. Dus ik kwam binnen met die bloemenstruik, achter die bloemen. En ik gaf haar zo die bloemen en toen zag ze mij pas. En toen was het eerst, oh mijn lachgebekje. Want hij had niet gezegd aan haar wie ik was. Ik lachte altijd. Ik ben altijd heel vrolijk. Ik zie alles van de zonnige kant in, hè? Van de positieve kant in. Dus dat is het eerste wat ze tegen mij zei. Dan zegt ze, oh mijn lachen, Becky. Dan zeg ik wel eens, je moet iemand tegen, het gebeurt gewoon. Hè? Het toeval bestaat niet. ...1796. Dat wordt eigenlijk het officiële geboortejaar van de muziekdoosjes genoemd. Toen werd namelijk de speelkam uitgevonden. De speelkam zorgt voor dat karakteristieke geluid van een muziekdoosje. Nou ja, muziekdoosjes met een cilinder. Beetje een zacht geluid, maar natuurlijk wel een prachtig alternatief voor een hele toren vol met klokken. Toen die speelkam eenmaal was uitgevonden, werd het een beetje een sport om ze zo klein mogelijk te maken. Ze kregen piepkleine dunne tandjes. Op die manier kon er zelfs een melodietje komen uit een horloge, een breloque of een snuifdoos. Langzaam veranderde dat, want de speeldoosjes werden op zichzelf staande muziekinstrumenten. Men begon namelijk de kwaliteit van de muziek belangrijker te vinden. En dus werden ze juist weer groter met een betere klankkast. In 1885 werd de platenspeeldoos uitgevonden. Met dit soort platen. Toen begon ook de massaproductie, want de platen waren namelijk makkelijk te maken en dus goedkoop. Voor veel meer mensen dus ook toegankelijk. Waaronder de oma van cabaretier Hans Lieberg. Hey, je komt voor de Polyphoon speeldoos. Kom kijken. Hij staat klaar. Nou ja, hier staat de dinges, de Polyphoon speeldoos. Dit is dit plaatje, dat heb ik dus mijn hele leven heb ik dat gezien. Deze stond... in mijn geboortehuis op de Elandsgracht in Amsterdam, waar ik in 1954 geboren ben. En dit ding is van mijn overgrootmoeder. Mijn overgrootvader was smid. Die heeft daar dat huis gebouwd. Mijn oma heeft in 1902 de eerste steen gelegd. Dus dit ding is meer dan 125 jaar oud, denk ik. Eind 19e eeuw. Op veilingen krijg je er nog niet veel voor, heb ik gezien. Dus ik ga er niet mee naar kunst en kitsch. Maar... Dit ding heeft mijn hele leven, die muziekjes die eruit kwam. Hij doet het niet meer zo goed, want ik heb er dingen mee gedaan die je er niet mee mag doen.
moet hem wel helpen. Ja, dit was dus vroeger niet zo, toen ik klein was. Maar nu... Maar dat zal ik even uitleggen hoe dat... Ja, dat komt als je die platen ziet, die zijn behoorlijk gehavend. Maar toen ik een jaar of 14 was, toen ben ik drumstellen gaan bouwen voor mezelf, van kartonnen dozen. Maar dan heb je natuurlijk bekkens nodig. En ik dacht, hey, dat klinkt niet gek. Dan heb ik een stokje gepakt en dan gaat het zo van... She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah, 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 yeah. Ja, het is natuurlijk een Duitse speeldoos. Het is... She liebt dich, ja, ja, ja. She liebt dich, ja, ja, ja. Maar als de directeur van het Museum van Pyramid dit ziet, dan sterft die 1000 doden, denk ik. Want welk jongetje mocht dat van zijn ouders? Ik mocht dat. Ze vroegen zich niet af van, oh, dat zou wel eens waarde kunnen hebben. Maar nu heb ik daar spijt van. Maar nu is er niks meer aan te doen. Nu zijn ze allemaal niet te gebruiken eigenlijk. Of je moet je vingers erop houden of nieuwe kopen. Ja, dit is dus, was het Duitse volkslied Heil dir im Siegerkranz. Ik heb dat vaak gebruikt, want dat is later het Engelse volkslied geworden. Dat geeft aan hoe oud dat ding is. Het moet dus voor 2018, dus de eind van de Eerste Wereldoorlog. Van Heil dir im Siegerkranz, da 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 da. God save the Queen, da 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 da. Run your victorious, run da 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 da. God save the Queen. Ja, dat volkslied is mee verhuisd, want de Hannover Hof ging uiteindelijk regeren in Engeland. En die hele geschiedenis zit in dat speeldoosje van mijn overgrootmoeder. Automatische muziekinstrumenten, zoals je speeldoosjes ook wel kan noemen, komen voor in allerlei soorten en maten. En deze, de violina. Dit is natuurlijk ook een zelfspelend muziekinstrument, maar dan een hele grote, een dansorgel. Ja, deze is nogal behoorlijk opvallend, maar even terug naar de speeldoosjes. Want er zijn ook een paar onopvallende speeldoosjes, waarvan je dus eigenlijk niet eens doorhebt dat het een speeldoosje is. Marga Dikhoff, die heeft er zo eentje. Waarschijnlijk ooit meegenomen uit Amerika, dat weet ze niet helemaal zeker meer. Want daar wonen ze toen als jong meisje. Hoi, zag je al aankomen. Kom erin, dan kan ik je mijn speeldoosje laten zien. Nou... Dit is dan mijn speeldoosje. Het ziet er eigenlijk niet zo spannend uit, hè? Nou, het oranje. Maar het is eigenlijk uit het huis van mijn ouders. Toen ik uit Amerika teruggekomen ben in 1972, toen heb ik een tijdje bij mijn ouders gewoond. En ik denk dat ik het toen
eigenlijk meegenomen heb. Aan de onderkant staat de melodie Speak Softly, Love. Dat is uit de film The Godfather. Mijn vader werkte bij de spoorwegen en toen had je natuurlijk geen mobiele telefoons. En hij werd heel vaak 's avonds gebeld. En dan was het wel de bedoeling dat je heel netjes de telefoon opnam. Dat ging als het ware zo. We hadden een telefoon, die hing in de gang aan de muur. Ze was van ouds, hè? Dus je kon op de trap gaan zitten, maar je moest de telefoon opnemen. En dan zei je, met het huis van Dikhoff. Ik zeg, een ogenblikje dan, want dan zal ik heel even mijn vader roepen. Want hij is denk ik even buiten in de schuur. Een ogenblikje. En vervolgens legde hij dan de telefoon hierop. Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat de mensen konden horen dat ik mijn vader aan het roepen was. Of mijn moeder of een van de anderen die dan eventueel aan het gillen was. Dus vandaar, dit was de manier zoals we het moesten doen. Nou... Mijn vader had een dusdanige functie dat hij 's avonds gebeld moest worden omdat hij in ontwerp van nieuwe stations zat. Als ik het goed begrepen heb, want het is natuurlijk al 40 jaar geleden, dat hij toen gezegd heeft van het station van Eindhoven en het station van Den Bosch. Toen was ik daarbij het ontwerp en hij moest dan zorgen voor de verwarming en de verwarmingsketels en de kantoorgebouwen die dan bij zo'n station horen. Dus om die reden was het dat wij en een telefoon van de spoorwegen hadden. Dus waarmee we gebeld konden worden en dus dat muziekdoosje. Als kind ben ik geboren in het spoorgebouw, dus de HGB 3 noemden wij het vroeger. Dus voor menigeen heet dat de inkpot, maar bij ons was het de blokkendoos. En ik kan me niet anders herinneren dan dat wij in onze vestibule, dat was de ingang bij ons huis, hè, aan de Moreelse Park nummer 1, hadden wij een telefoon. Dat mijn vader altijd gebeld wordt bij calamiteiten, lekkages of iets dergelijks. Dus iedereen kende hem eigenlijk, dus om die reden. Dus als er iets was, dan werd mijn vader altijd gebeld. Er waren 3 gezinnen in HGB 3. Dus, en 1 in HGB 2 en 1 in HGB 1. Dus, en vroeger waren die gebouwen onderling bereikbaar met een tunnel. Dus je kon onder de straat door, kon je van het ene gebouw naar het andere gebouw lopen. Wij waren echt thuis ook heel erg voor muziek. We hadden ook andere muziekdozen of een luchtorgeltje bijvoorbeeld. Mijn moeder hield ontzettend van muziek. Het was ook wel heel gebruikelijk dat wij zongen onder de vaat. We hebben ook altijd in koor gezongen en dus muziek was wel belangrijk bij ons in het gezin. Ze zijn later verhuisd naar Ermelo en ik heb het eigenlijk een klein beetje uit het oog verloren. Doordat mijn moeder kwam te overlijden. En dat is nu inmiddels al meer dan 30 jaar geleden. En toen zag ik dus datzelfde muziekdoosje op een van de tafeltjes bij mijn moeder staan. En toen dacht ik, goh, dan neem ik het gewoon mee. In het begin heb ik het wel gebruikt, ja. Want ik had een groot gezin. En als dat muziekje speelde, dan kon de persoon ook niet horen dat er zoveel kinderen in huis waren. Dus dat was wel netter eigenlijk, op die manier. En toen had je dus inderdaad nog steeds die horens die je erop kon leggen. Ja, en zo zijn er honderden soorten speeldoosjes met een eigen verhaal. Misschien heeft u er thuis ook wel een en luistert u er nu naar met hele andere oren. Bedankt voor het kijken. Tot ziens. In het museum zijn nog meer muziekdoosjes en hun verhalen te zien. Volgende week in docu een belangrijk stukje Utrecht, het Centraal Station.